Ze hebben een puppy gehad hoor, een puppy erbij. Ja, ik heb er een puppy bij gekregen. Ja, echt waar. Puppy. Zit boven op de televisie. Hoe krijg je dat voor elkaar, een puppy op de televisie te zetten? Ja, toch is het zo. Mijn bandmelder. Die is klaar. Mijn bandmelder. Oh ja, die piept ook. Ik heb wel een brandmelder, maar er zit geen batterij in. Moet dat ding niet hebben. Moet via. Moet. Nee, niks niet moeten. En dan? Is er niks niet moeten, want als ik hier al sta te koken, gaat dat ding al af. Ja, dikke jelle. Hele goedemiddag, lieve vrienden. Ja, het is weer prachtig mooi weer. Ja, ik ga zo even met Rijk aan de wandel. En Rudy komt vanmiddag, want we hebben weer even telefoontjes te plegen. En ik moet dat nog opruimen. Rebecca is niet geweest, haar auto is kapot en die komt morgen op een vrije dag. Daar is weer heel wat van te zeggen. Ja, komt ze weer om 12 uur. Nou, dan kan ik morgenmiddag mooi naar mijn broer en mijn schoonzus toe. Dus helemaal perfect. Ja, bij mijn broer en mijn schoonzus mag ik dus niet vloggen. Nee, die houden er absoluut niet van. Maar ach ja, die wonen ook niet zo ver weg. Maar in ieder geval, daar ga ik morgenmiddag naartoe. En vandaag verder een rustdag. Want ik heb ook hoofdpijn en... Vannacht amper geslapen, dus ik ben nou net pas uit bed. Ja, erg hè, want het is de 19 minuten over 1. En we leven op vrijdag de 24e april. En ik wens jullie natuurlijk ook weer een welkom bij een nieuwe vlog van Corinna en de Beestenboel. Maar ja, als je s'nachts niet slaapt en dan tegen de ochtend pas in slaap valt, rond een uur of 7. En je wordt dan weer wakker en je hebt stralende hoofdpijn. Ja, dan gaat het niet worden, nee. Maar het maakt niet uit. Nee, ik ben er nou weer hoor. Ja, ik ga nou lekker even Rijken uitlaten. Die loopt al een beetje te janken van fruitje schiet nou op. Die is er wel uit geweest hoor, in de tuin. Dus ja, als ze daar niks doet, kan ik er niks aan doen. Maar oké, ze is een grote meid, ze houdt het al op. Dus we gaan daar nou lekker vandoor. Even lekker wandelen en dan... Zeg ik tot straks maar weer hoor. Doei! Ja, daar ben ik weer even. Een tijdje weg geweest, althans weg geweest. Pas wel thuis hoor, ja. Ik heb Rijke uitgelaten. Ik heb dat allemaal al schoon. De vaatwasser is al wel al bijna klaar wezen. Ruud die zit hier nog steeds. Hallo Ruud. Hallo. Ja, ze hebben een puppy gehad hoor. Een puppy erbij. Ja, ik heb er een puppy bij gekregen. Ja. Echt waar. Puppy. Zit boven op de televisie. Hoe krijg je dat voor elkaar? Een puppy op de televisie te zetten. Ja, toch is het zo. Echt waar. Upp. Nou. Zien jullie ertussen staan? Ja. Leuk hè? Ja, heb ik erbij gekregen. Nou, hartstikke fijn. Hier hebben we onze prinses, Ewin. Heel jenne meisje. Oh, is het lekker in de tuin? Ja, en Rijka die legt de zonnebaden, die wil nog bruiner of rooier worden dan dat al is. Oh, ik zou weer even die mee. Achter de boom daar. Ik zou dat ding weer even mee meenemen. Die ligt er lekker, de zonnebaden. Nee, ik zou dat ding weer even meenemen. Wat? De hondenmand heb je al ontschoeid. Wat? Ik ben een hondenmand. In de tuin zit ik. Nee, moet niet. Ik heb daar een hondenmand, aan één hek genoeg. Nee, ik in de tuin. Nee, dat wil ze toch niet. Ze wil in het zand leggen. Ze zoeken een koele plek op in het zand, dus daarom is dat graven er ook. Okay. Ja, je moet ze gewoon een plekje geven dat ze daar kunnen leggen. Nou, dat mag ze. Maar in ieder geval, nee, er moet geen mand erbij. Nee hoor, echt niet. Maar wat wou ik nog zeggen, dan ben ik de kluts kwijt. Door jou. Huppadikkie. Ik weet het niet meer. Maar, oh ja, we hebben ook heel veel telefoontjes gepleegd en gedaan. Aan het werk geweest voor Ruud. Komt allemaal goed, enkel door de coronacrisis staat het allemaal op een laag pitje, tenminste laag pitje. Het wordt wel aangewerkt, maar het gaat wat trager, omdat niet iedereen te bereiken is, noem maar op. Nou ja, komt allemaal goed, daar treuren we niet om als de coronacrisis voorbij is.
iedereen is maar bang. Waarom? Niet bang zijn, nergens nodig. Nee. Toch? Nee hoor. Nee, niet nodig. Gewoon doorgaan met die banaan. Daar is mijn vaatwasser. Oh, zo'n muur, man. Ja. Ja, die hebben. De grote laat heb ik in de hand zitten. Zo. Mijn bandmelder. Die is klaar. Mijn bandmelder. Oh ja, die piept ook. Ik heb wel een brandmelder, maar er zit geen batterij in. Moet dat ding niet hebben. Moet. Nee, niks niet moeten. Dan, en niks niet moeten, want als ik hier al sta te koken, gaat dat ding al af. Ja, dikke jelle. Kom, ja. Nee hoor. Hangt hij hem? Hangt hij hem in de keuken? Nee, in de hal hangt hij. Maar er zit geen batterij meer in, want om de havenklap met koken ging de damper al onder die deur door, of dat de deur op parkeer stond, ja, gingen er al aan toe. Die radio's hebben met koken. Ja. Als Roy, je kookt nou, moet je naar boven zitten hoor. Oh. Nee hoor, ik ga niet in de kou zitten. Nee, maar als Roy kookt, dus je komt. Ja, maar ik ga niet in de kou zitten. Ja, doe dat op de keuken aan, of gelijk hier. Dan doe ik hem weer dicht. En als dat gaat van. Heb ik niet eens. Heb ik niet. Ik heb geen afzuigkap. Nee? Nee. Die heb ik niet. Er is al een ruimte ervoor, maar die heb ik niet. Afzuigkap. Ja, de. Ja, heb ik ook. Daarom is het laatste klaar. Daar gaat het wel doorheen hoor. Ja, maar bij mij thuis ook. Die heb ik hier. Zit die knop. Nou, die blijft die ook vanaf, want dan doe ik hem weer uit. Want dan kan je mij afschrijven. Word ik gek. Doe die herrie. Kijk. Ik heb hier een knop zitten voor de afzuiger. En de afzuiger, daar zit er een. Ja, en daar moet er ook ergens een zitten waar, weet ik niet. Achter een doosje of zoiets, ik weet dat allemaal niet. In de douche moet er een zitten. En in de douche zit er een, maar als ik die harder ga doen, die knop. Harder, die moet zacht zijn. Als ik, hij staat maar op zijn zacht. Heb je een rijknop? Nee. Een vierkante met 1, 2, 3 en een zandlopertje. Nee, heb ik niet. Nee. Ja, maar die heb ik. Dus ja, ik gebruik dat ding nooit. Want dan begint het hier te blazen als een idioot. En dan kun je gelijk afschrijven. Dan kun je elkaar niet meer verstaan hier. Kan ik de televisie niet meer verstaan als ik die aan heb. Ik kan niks meer verstaan. Zo lawaai geeft dat ding. Mm-hmm. Nee hoor, ik heb dat ding nooit aan. En als mijn keuken al te vol komt met damp, gaat inderdaad mijn raampje even open. En daarna weer dicht. Maar voor de rest. Je ruikt juist heel wat naar kipkerry. Ja, maar wie zegt dat ik kipkerry wil? Dat is mooi. Ja, maar ik eet toch niet altijd wat een ander wil hoor. Nee. Rijst. Dat heb ik pas gehad, dus ik hoef dat niet weer. Bali maakt ook wel Bali. Maar in ieder geval, oké, lieve vrienden, we zitten hier een beetje te dollen ook. Maar ja, ik zou zeggen, een hele fijne namiddag. Neem nog een lekkere bak koffie, heb ik ook nog voor mijn neus staan. Ik moet zometeen op mijn scootmobiel weer naar de andere kant van de stad om te zien of ik mijn geld terug kan krijgen van die ene persoon die altijd voorheen op Frodo paste. Nog geen namen, maar jullie weten al wie ik bedoel. Als jullie mij volgen. Maar daar moet ik nog steeds mijn geld van hebben. Vanaf vorig jaar wat ze geleend heb. En iedere keer beloofde ze een koei met gouden horens. Maar daar komen oma. Dus ja, we gaan straks gewoon rondom etenstijd even de weer naartoe. Kijken hoe. Dan zeggen ze in Nederland horen zien zwijgen. Ja, horen zien en zwijgen. Dus ja, we gaan gewoon kijken hoor. Gewoon even erheen. En doe stiekem. Zit ze in de huis, dan bel ik aan, punt. En dan kan je ze open doen. Ja, ik zet mijn booster even bij een paar buren verderop. Kan je die niet zien staan. En dan loop ik er even heen. En dan kijk ik stiekem eventjes om het hoekje. Zit ze op de bank of zo? Nou ja, dan weet ik dat ze thuis is en dan is het aanbellen. Ja. Nou, dan ga ik weer bij de buurvrouw voor de deur staan. Dan ziet ze me niet gelijk staan, dus ja. Dan moet ze wel open doen. En dan doe ik mijn stok wel even naar voren van, en nou mijn geld. Heb ik niet. Nee, ik zal het niet zeggen. Maar ze vangt maandag en ze vangt op donderdag. En is echt even een poetsenbank. En dan zal het maar één keer in de week wezen. Ja?
Dan moet ze toch sowieso eerst een keer geld hebben, dan moet je dat aan de kant leggen. Dus ze bent... Al is maar een euro die je iedere maand aan de kant legt, hè, dan kun je toch op een gegeven moment het geld terugbetalen. Ja toch? Zo zou ik het tenminste doen. Maar ja, wie ben ik? Ik zit niet meer in bewind. Nee, ik ben eruit. Althans, ik heb nooit in bewind gezeten. Ik had een budgetbeheerder, dat is iets heel anders dan bewind. En ja, ik doe het zelf. Ja, en waar ik hulp bij nodig heb, daar krijg ik hulp bij. En dan komt het allemaal wel weer goed. Iedereen heeft wel eens een, iets wat ze niet zelf kunnen. Nee. En om daar dan hulp bij te vragen, is geen schande hoor. Nee, helemaal geen schande. Iedereen heeft wel eens een mankement. En ja, ik heb ook een mankement. Dus. En ook meerdere dan één, zo lichamelijk, zo wel daar. Nou ja, en, lekker belangrijk. Als je maar gezond bent verder en gewoon lekker leeft en goed voor je gasten bent en goed voor je dieren bent en goed voor een ander bent. Ik help graag ook anderen en dat weten jullie ook wel. Ja. Pas stil, buiten. Ja, nou ze ligt ook interessant. Dus. Maar ja, oké, lieve vrienden, ik zou zeggen. Spreek jullie later weer, als ik weer terug ben. Ik zou zeggen, tot dan, doei. Ja, ik ben weer thuis. Ik heb bij degene aan de deur geweest. Zat het nog niet binnen. Alleen nog weer het raampje open. Enkele gezichten door. Verder is niks. Ze had nog geen geld. Ze blijft beweren één keer in de maand. Nou, de maand is nog niet om, dus ja. Andere week weer heen. Simpel. En anders laat ik beslag nemen. Ja. En ik heb boodschapjes gedaan. Althans, ja, wat heet. Ik heb bij de Action geweest. Heb ik even vaderlaftabletten gehaald. 2 zakken. En zo. En ik heb 3 dezelfde nieuwe kussensloopjes gehad voor de ziekenkussens op de bank en in de stoel. Ik heb er 3, dus ik heb er 3 nodig. Dan kan die weer in de was, kan die weer schoongemaakt worden. En dan kan ik toch afwisselen, want ja, och ja, ik kreeg weer. Ik had dat hondje dus vanmiddag al gekregen van Ruud. Want Ruud is met, die moest naar de dierenspeciaalzaak. Ook op het Rafleincentrum. Dus ja, we zijn gewoon samen opgereden. Hij is niet meegegaan naar die persoon. Maar hij heeft wel gewacht. Verderop kreeg ik dit weer voor Rijka. 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 Nou, die staat in de vensterbank, die heeft ook voor een andere kat. Kandalf is binnen, dus. Nou ja, en die kussensloopjes die zijn niet zo duur. Die zijn maar 2 nog wat, dus nog geen 3 euro. Nou, dan ga je zelf niet voor zitten te naaien. Nee, toch? Nee, ik niet in ieder geval. Ik heb 2 naaimachines, maar ik gebruik ze nooit. Vroeger wel hoor, ik ben coupeuse geweest, maar... Het hoeft mij niet meer. Wel, ik ben wel blij voor het geval als het ooit moet dat ze dat beide doen. Maar om nou te gaan zitten te naaien terwijl je daar meer geld aan kwijt bent dan zou even kopen. Nee hoor, voor mij hoeft dat niet. Ja, je mag zo binnenkomen meisje. Even geduld. Ja, ik kom zo. Maar in ieder geval... Nou, en ik heb Rijka al uitgelaten, dat ik ben thuis gekomen met die tas en ik heb het neergezet. Ik ben naar het toilet gegaan, ik heb Rijka een tuigje gepakt en dat voor mezelf natuurlijk, het zit aan elkaar vast. En ik heb gelijk, ben gelijk gaan lopen met haar, dus ja, dat is ook allemaal gebeurd. Dus het is nu eten en televisie kijken. Ik heb geen film in elkaar gezet vanmorgen. Nee, en ik ben het ook niet van plan. Jullie hebben pech. Ja, want ik ben moe. Ik heb pijn in mijn rug. En morgen er komt Rebecca in plaats van vandaag. En dan kan je zeggen op zaterdag.
Huh? Werk je toch niet? Nee, zij wel. Dat hebben we onderling even geregeld, want haar auto was stuk. Dus ja, dan kon ze niet komen. Oké, nou, dan komt ze morgen op een vrije dag. Nou, dat is toch lief, of niet dan? En daarna moet ik ook zelf weer weg, dus kom ik er ook niet aan toe. Dus ja, sorry Belori, geen vlog vanmorgen en ook misschien nog niet eens iets voor zondag. Ik ga het kalm aan doen, ik ga eerst aan mezelf denken, dan pas aan jullie. Vinden jullie het goed? Ja, gewoon zo doen, ja. Ze zeggen, lieve vrienden, geniet verder van alles en nog wat. En ik stop even, gewoon. Ja, ik ben te verzat. Niet jullie hoor, ik vlog wel door, hoor. Maar dan heb ik ook gelijk weer voorraad. En dan ga ik eens een keer op mijn gemakje. Ga ik alles maken en dan probeer ik alles eventjes in een dag à twee dagen even vloggen te maken. En dat ik het dan in één keer naar YouTube breng. Ja, want ik iedere dag ben je bezig en iedere dag maar weer. Nou, ik heb ook eens geen zin erin. En ook andere dingen aan mijn hoofd om te doen. Dus ja, komt allemaal goed. Ik zou zeggen, geniet verder. Het is hier bewolkt geworden. Het is hier koud geworden. Omdat ik met Rijke uitging, daarnet had ik wel mijn handschoenen aangedaan. Want op de booster had ik ze niet aan en ze waren steenkoud. En ze deden pijn door de kou. Ik was niet de enige die aan het klagen was. Ik hoorde meerdere mensen, oh wat is het in de koud? Ga je de winkel in, dan is het nog lekker hè. Je bent aan het shoppen, je komt die winkel weer uit. En dan is het eigenlijk omgeslagen qua temperatuur en bewolkt. Dus ja, echt, het is koud. Dus kleed je goed aan als jij naar buiten moet. Want je vernikkelt anders. Ik heb mijn winterjas nog steeds aan. Althans, ik heb verschillende winterjassen overdag. Heb ik mijn korte jackie aan als het enigszins kan qua temperaturen. Dat is meer een herfst-winterjas. En dan heb ik ook nog voor de zomer heb ik ook nog tussendoor jasjes. Plus dan een heel dunnetje, die heb ik ook wel eens in huis aan. Maar voor de rest, nee. Ik wil wel warm gekleed gaan als het nog koud is. Ja toch? En ik zou er ook als jullie zijn erom denken, want er is nog in de maand. En aprilletje zoet geeft ook nog een witte hoed. Of april, die doet wat hij wil. Ja, dus kleed je gewoon lekker warm aan. Ik zou voor zeggen, nu smakelijk eten en bon appetit. En een hele, hele fijne, liefdevolle avond gewenst. Geniet ervan. Of je nou alleenig zit, of met je dieren zit, of met een andere in je huis zit. Geniet met en van elkaar. En doe leuke dingen. En ja, televisie ook. Dus ja, ga een filmpje kijken. Of net zoals ik. De Voice of Kids is afgelopen. Ze zijn nou aan het battelen. Dus ja, ze gaan battelen. Dus dat gaan we zien. En dan komt het allemaal wel weer goed. Ik zou zeggen, lieve vrienden. Geniet daar allemaal van. Verlaat er wel trusten. Slaap lekker met mooie dromen. En gezond weer uit je bed komen. En dan zien we elkaar aan de andere kant van de nacht. Doei!